Goedemorgen, het is 12 uur. Hello, jetlag! Oh, zo lekker ontbijten met mangosteen. Ik heb doordat ik ziek was een hele lange tijd geen workout gedaan. En vanochtend dacht ik, no matter what, ik ga mijn benen trainen. Gelukt. Ontbijt nummer 2. Jop, ik zit weer aan een halfmaat. Ik heb het briljante idee om te gaan lopen naar de Petronas Towers. Kijk, op de kaart zegt hij 36 minuten. Wat hij op de kaart niet zegt, is dat het buiten freaking warm is. Op zich begin ik wel ietsjes meer te wennen aan de warmte, maar het is wel echt heel warm. Aan de ene kant ook heel chill. Ik bedoel, liever zweten dan bibberen. Kom, we gaan dit gewoon doen. Half uur lopen naar de Petronas Towers. En dit is de reden waarom ik wil lopen. Je ziet te voet zoveel meer dan gewoon alles met de metro te doen. Wanneer het kan, dan loop ik het liefst overal naartoe. Love deze street art. Kijk nou. Vet cool. Yeah, bijna. Bijna. Wow, dit ziet er wel echt heel vet uit. Dit is het stukje tussen de towers in. Dat is echt een super grote mall. Moet je kijken. Vet, hè? Sushi als lunch heb ik even bij de lokale food market gehaald. En hier is een hele food court waar je kan zitten. Wow, check dit. Hoe bruut. En volgens mij is dat geen watershow. Dit gaat de hele tijd al zo door. Super vet. Ah, super jammer. Ze hadden alleen nog een kaartje voor 8:30. En het is nu 6:30. Dus ik dacht, ja sorry, maar ik ga echt niet 2 uur wachten. Ja, om hier naar binnen te gaan. Misschien een andere dag dat ik terugkom. Maar weet je, het is nu ook zaterdag en vandaag is er de Pasar Malam in de Little India wijk. Ja, dat is ook maar 1 keer in de week en dat wil ik ook echt heel graag zien. Dus daar gaan we nu naartoe. Yo, no joke. Straten oversteken in Kuala Lumpur is vet eng. Ze hebben geen stoplichten voor voetgangers. Je hebt wel een zebrapad, maar ja, hè? Who cares dat er een zebrapad is in Azië. En dan moet je dus gewoon maar kijken, oké, nou de auto's gaan nu hier rijden. Ik ga eens kijken wanneer ik er tussendoor kan. Ik vind dit oprecht enger dan landen als bijvoorbeeld Thailand of India, waarvan je straks weet dat je door het verkeer heen moet lopen. Want hier doen ze alsof ze voor je zorgen. But no, they don't. Oké, nou we kunnen. En dan loop je gezellig tussen de auto's door. The joy. Wow, check dit. Gewoon een random waterval bij een kruispunt. Trouwens. Fonteintjes en ledlampen voor de win. Love it. Yeah, gevonden. De Pasar Malam op zaterdagavond in Little India. Schijnt wel echt een dingetje te zijn. Food. Kijk wat voor leuke dingen ze hebben. Wow, weet je nog de McFloat in Hongkong? Het smaakt naar bosbessen milkshake. Wauw. Hier kan je hem dus op de markt halen. Yeah. Super lekker. Ik heb hem weer. De McFloat, of tenminste, gewoon float. Het is dus gewoon frisdrank met ijsje erin. Zo lekker. Ik heb even nieuwe slippers gekocht. Want ik kreeg super erge blaren van die andere slippers. Die zijn misschien wel leuk voor het strand of whatever, maar niet voor lange lopers. En deze zitten ook weer echt heerlijk. Super zachte zool. Chill. Yay! Eindelijk weer net zo'n leuke night market als in Taiwan. Deze is huge. En dat zijn ook deze donuts. Check. Check hoe gigantisch. Je kan die kant op. Je kan deze kant op. Ik volg de lichtjes. Dus ik ga even deze kant op. Wat? Kijk wat een lieve rugzakjes. Te cute. Level Asian. Wij hebben Lego. Zij hebben IQ blokjes. Je hebt ook overal de gekste drankjes. Kijk, dat groen fluoresceert gewoon. Dit is grape, denk ik. Druiven. En dit, geen idee. Rode bolletjes. Allemaal ja, taart, lekkernijen, dat soort dingen. Jelly. Kijk nou, jellygrass drankje. Sugarcane, de suikerriet, coconut. Deze straat is zo ontiegelijk lang, het houdt maar niet op. Holy smackers, echt ginormous jackfruits. Kijk nou, dit is mijn hand hè. Kijk hoe gigantisch het is. Amazing, en daar heeft ze al gepeld en al. Super lekker. De batterij van mijn telefoon is bijna leeg, dus ik moet echt terug. Want anders weet ik gewoon niet hoe ik terug moet komen.
Terug op de kamer heb ik flink zitten puzzelen met de planning. Kijk, dit is de wishlist alleen al voor Kuala Lumpur. En daarna wil ik naar Penang. Dus wat gaan we morgen doen? Morgen heel veel tempels. De Chinese tempel, de Indiaanse tempel en naar de Nationale Moskee. En dan maandag wil ik, dit heb ik even omgedraaid, wil ik een lesje yoga doen, een massage en gewoon even zitten in een koffietentje en 's avonds eten in Little India. Ik moet wel even een bikini regelen en de bus naar Penang en een kaartje voor Sunway Lagoon, want daar wil ik dinsdag heen. Dat is een super vet waterpark hier in Maleisië. En dan woensdag de Batu Caves en Jalan Alor. Maar deze kan ook eerder. Dus dat, deze is vrij dichtbij. En dan donderdag de bus naar Penang pakken. En dan daar weer, denk ik, vrijdag, zaterdag, zondag blijven en dan maandag naar de Perhentian Islands. Maar ik moet even checken hoe ik daar moet komen vanuit Penang. Het schijnt niet zo heel chill te zijn. En bovendien, ze zitten vrij vol. Super irritant. Dus waarschijnlijk moet ik iets doen waar ik niet heel erg op zit te wachten. En dat is dus onvoorbereid daar naartoe gaan en checken of ik daar kan overnachten. Gewoon op de Bonnefoy. Ik vind, de reden waarom ik wacht tot maandag is omdat ik het niet zo heel chill vind om in het weekend te reizen. Het is meestal heel druk, ook met de locals die dan vrij zijn en dat soort dingen. Dus ik reis het liefst gewoon door de weeks. En dat is hoe de planning eruit ziet. No joke, dit is echt een oh my god moment. Mocht je mee willen, abonneer je. En ondertussen is het 1 uur, dus ik ga slapen. Dankjewel dat je erbij was. Ik zie je morgen weer.